De klas is weer terug op school en druk bezig met de laatste voorbereiding op de iMusical. Door de mededeling van Tijn zijn Liv en Dani opeens dikke vriendinnen geworden. Best bizar eigenlijk, dat die twee door jou nu een soort vriendinnen zijn geworden. Praat ze nog steeds niet tegen je? Echt niet? Ik heb op de laatste dag van het kamp aan Dani en Liv verteld dat ik met hun allebei verkering had. En sindsdien praten ze niet meer met me. En wat denk je? Heeft hij dan door dat ze boos op hem zijn? Ik denk het wel. Toen we de bus uitstapten, begon hij opeens tegen me te praten bij de fietsenstalling. En ik ging echt zo kijken van, hoor ik nou iets? Weet jij misschien wat er met Nova is? Volgens mij zei ze dat ze was gevallen met gym of zo. Oké, nou, jullie mogen gaan. Op het kamp had Nova allemaal blauwe plekken. Toen kwam dat door turnen, zei ze. En nu loopt ze mank vanwege gym? Dit is groep 8 van de 7 sprong uit Scherpenzeel. De klas gaat op musicalkamp om hun eindmusical in te studeren en krijgt daarbij hulp van de professionals uit het musicalvak. Dit is de eindmusical. En dan zie ik jullie vanavond in het theater. Alleen Liv, Tijn, Joshua, Fenna, Bo en Rens, jullie mogen nog even blijven, want met jullie wil ik nog wat nummers doornemen. Yes. Ja. Ja, ik weet heus wel dat jullie het echt wel nog goed kennen, hoor. Maar het blijft toch een beetje spannend. Juf, ik moet even naar de wc. Nova, kun je zo wel naar huis fietsen? Hoezo? Nou, loop mank. Ja, dus fietsen is toch geen lopen? Laat zien. Nee. Komt dit door gym? Het komt helemaal niet door gym, hè? Is het je vader? We moeten naar de juf. Nee, dat kan niet. En dat wil ik niet. Maar je wilt toch niet naar huis? Straks wordt je weer geslagen. Niet als ik gewoon niet stom zeg. Hij slaat me alleen maar als ik iets stoms doe of zeg. Nou, sorry hoor, maar het slaat echt nergens op. Ik zeg altijd stomme dingen, maar ik word nooit geslagen. Kom. Straks wordt het alleen maar erger. Ik denk echt dat het beter is om gewoon niks te zeggen. Maar dit is niet normaal. En jij kan er echt niks aan doen. Kom, we gaan naar hier. Komt goed. Ik was wel echt blij dat Nova het toegaf dat de blauwe plekken door haar vader kwamen. Maar nu ik dat weet, wil ik echt niet meer dat ze terug naar huis gaat. Kunnen we ze wel storen? Misschien is het dan nog om later terug te komen. Kunt u even komen? Wat is er aan de hand, Liv? Kunnen we u even alleen spreken? Oké, neem even allemaal 5 minuten pauze. Ik ben zo terug. Ik ging echt niet zeggen dat ik thuis dat ik geslagen word. Oh, helemaal niet als iedereen zo nieuwsgierig zit mee te luisteren. Oké, vertel. Wat is er? Nee, niks hoor. Het kan ook wel een andere keer. Ik ben heel erg druk en ik bedoel... Zeg het nou. Liv, ik wilde even met u praten, omdat het is gewoon... Nova wordt geslagen door haar vader. Wat? Nova's vader, die slaat haar. Laat je been zien. Nou ja, het is alleen maar als ik iets stom zeg. Hey, als je vader je slaat, is dat nooit jouw schuld. Nooit. Ja, het is soms zo moeilijk. Je ziet die kinderen iedere dag, maar toch weet je niet altijd precies wat er allemaal thuis gebeurt. Dat is snel. Ja, juf moest weg. Maar ben je stil? Ben je zenuwachtig of zo? Nee. Nou ja, een beetje. Wat is er dan? Gewoon. Na vanavond is het over. Dan komen we hier nooit meer. Op school, bedoel ik. Ik ben eigenlijk wel blij dat het bijna vakantie is en dat we naar de middelbare gaan. Ja, eindelijk weg hier. Ja, oké. Ik zie jullie vanavond wel, oké? Sinds we terug zijn van het kamp ga ik best wel veel om met Tijn, Tigo en Joshua. Dat is echt wel leuk. Al weet ik niet zeker of ze me echt als een vriend zien. Wat zijn ze aan het doen? Weet ik niet. Oké. De juf heeft Nova's moeder gebeld en die is naar school gekomen. Ik hoop wel echt dat ze niet boos is op Nova. Dat ze heeft verteld aan de juf dat ze wordt geslagen door haar vader. Hoe ging het? Ik weet het niet.
Was ze boos, je moeder? Nee, ze was eigenlijk heel erg opgelucht of zo. Ja, dat ze nu eigenlijk aan iemand kon vertellen over mijn vader. We gaan nu naar de politie. Nu? Daar gaan jullie nu heen? Ik was echt opgelucht dat Nova niet boos was. Maar ik ben wel benieuwd of ze nou naar de musical kan komen. Ik had echt niet gedacht dat mijn moeder het ooit zou durven zeggen wat mijn vader allemaal doet. Maar ze ziet eindelijk in dat hij echt nooit gaat veranderen. En dan is het zover. De avond dat de eindmusical wordt opgevoerd voor familie en vrienden. En Carline is speciaal gekomen om de klas te ondersteunen tijdens deze spannende opvoering. Hebben jullie Nova al gezien? Ik denk dat die vandaag niet meer komt. Heb je het gehoord van haar moeder? Wat dan? Nou, ze was vanmiddag bij de juf. Morris heeft het gezien. Volgens hem was die moeder aan het huilen. Ik denk dat er echt iets ergs is gebeurd. En hoe weten jullie dat nou? En Morris al helemaal niet. Wat? Dus je zegt dat Morris liegt? Hé, hoezo was je moeder vandaag op school? Heb je iets geflikt? Nee. Bemoei je er gewoon niet mee. Hoe is het gegaan met de politie? Gaat wel. Ben je niet bang dat je vader misschien ook komt? De politie heeft hem opgehaald. Ze hebben heel veel met hem gepraat. En nu mag hij voorlopig niet meer bij ons in de buurt komen. Maar eigenlijk komt het allemaal wel dankzij jou. Dank je wel. Sorry! Oh. Nou ja, ik weet echt dat het een heel groot succes gaat worden. Ja. Zeker. Ja, en ga straks dat podium op en geniet, oké? Ja! En als je een fout maakt, geeft helemaal niks. Gaat niemand merken, gewoon lekker doorspelen. Maar pak je moment. Ja! Oké, zijn jullie er klaar voor? Ja! Zijn jullie er klaar voor? Ja! Dit is net te kijken op het account van Prins Julian. Zo, hé. Wow. Daar wil ik wel een cupcake mee eten, hoor. Wat je zegt. Daarom volg ik hem ook. Jezus, deze gast heeft al 4 miljoen volgers. Ja, maar hij is dan ook een prins, hè. En helemaal volgens het boekje. Knap, slim, rijk. En single. Nou, voor zover ik het weet. Ladies and gentlemen, welcome to the show. Girls, are you ready? Let's go! 'S morgens al gestrest uit bed, de wekker die bederft de pret. Dan ga ik voor de spiegel staan, wat moet ik nu weer aan? Hi, mag ik je wat vragen? Ja hoor. Sta je hier al lang? Vanaf gisteravond 9 uur. Zo, en niet geslapen! Ik kijk wel uit, als ik een plaats geef van prins Julian met zijn nieuwe vriendin, kan ik goud geld verdienen. Wat? Heeft Julian een vriendin dan? Dat weet ik niet. Maar dat zeg je net? Daar gaat het toch niet om. Als ik een foto maak van de prins met naast mijn knappe meid, dan zetten de bladen wel bij de nieuwe vriendin van prins Julian. Ja, alles gaat voorbij. Te snel voor mij. Hebben mijn tijdje niet gezien. Niet gehoord of niet begroet. Mis ik hem of ben ik bang. Maar volgens mij ben ik gewoon in love. Jij wordt zonder twijfel de prinses van het bal. Was ik al. Maar natuurlijk, jij snapt wat Koentje bedoelt. Jij gaat het bal openen met de gruwelijke, lekkere, hotte en strakke prins Julian. Nou, eerst maar afwachten waar de andere meiden mee komen. Schat, geloof me, hier komt niemand meer overheen. Als iedereen bewonderend en strontjaloers naar jullie dansmoves heeft gekeken, ga ik er daarna dunnetjes overheen met mijn taproutine. Prins Julian heeft zijn keuze gemaakt.
Ja, en dat was eerlijk gezegd niet zo moeilijk. Hij kijkt onze kant uit, ik zei het toch? Mijn eerste dans is voor... Nee, dit kan echt niet. Want uw voorkeuren ook zijn allemaal prima, moet kunnen, maar niet in het openbaar. Maar ik dacht dat dit een mooie gelegenheid... Niet met al die vloggers en Instagrammers. Zeg, het zat 2022, hè? In Argentinië is de zoon van die president openlijk gay. No hay problema. Let's sing together, let's sing together. Muziek in mijn hoofd. Let's sing together. Muziek is mijn droom. Let's sing together. Muziek geeft me troost. Let's sing together. Muziek geeft me hoop. Ik vind hem echt zo leuk. Nou, ik weet niet of ik verkering heb, maar ze is wel heel leuk. Het was geweldig. Echt zo gezellig met iedereen. Ook wel raar, hè? Nu is het echt voorbij. We zitten niet meer op de lagere school. Ik ga iedereen wel echt vet missen. Zelfs jou. Goed zo. Hey Tijn, volgens mij hebben wij nog wat te bespreken. Hoi. Wil je de hele musical zien? Ga dan nu naar zep.nl/eindmusical.